Hallo. Ben hier met Jan Linkman. Kennen jullie wel? En wij zijn voor de YA Summer Camp en we hadden het idee om nog eens een collab video te maken, omdat er veel vraag naar was. En mij leek het heel erg leuk om wat meer te vertellen over het uitgeefproces en omdat ik heel vaak de vraag krijg: waarom duurt het nou zo lang, zeg maar, tussen de tijd dat je een boek inlevert bij een uitgever en dat in de boekhandel ligt? En ik dacht, jij bent uitgeefster en je bent auteur, dus je weet beide kanten. Ja. Dus ja, je bent eigenlijk de meest geschikte persoon om dat te vragen. Wat eigenlijk heel belangrijk is in Nederland en ook in andere landen, neem ik aan, is dat er een soort planning is voor boekhandels en uitgevers om boeken te produceren en in te kopen. Dat houdt in, je hebt twee momenten in het jaar waarop er flink boeken worden ingeslagen door inkopers. Ja. Een van die momenten is in januari op de voorjaarsbeurs. Het heet wel voorjaarsbeurs, maar het is eigenlijk gewoon in de winter. Maar dat is omdat het voorjaar wordt ingekocht. Net als een kleding eigenlijk. Ja. En de najaarsbeurs is in september. En ook dat is omdat dan worden er boeken aangeschaft voor het najaarsseizoen. Dus, ja. Wat er dan gebeurt is, uitgevers maken een brochure met al hun titels erin die ze dat najaar of het voorjaar gaan uitgeven. Sommige boeken zijn er dan al, dus het kan zijn dat je in januari naar de beurs gaat met een boek dat er al is. Mm. Het kan ook zijn dat je zegt, deze titel krijgen we in februari, deze komt op 1 maart, maar dat is dan wel ongeveer de deadline. Ja. Dat houdt dus ook in dat je maar op twee momenten in het jaar boeken kan uitgeven. Dat is wel heel weinig. Ja, er is ook een zomerbeurs, maar die wordt wel steeds minder belangrijk. Heel veel mensen kopen gewoon al in januari in waarvan ze denken dat gaat in de zomer wel scoren. Ja. Dus dat, ja. Maar het heeft dus niet zo heel veel zin om tussen die twee momenten in een boek te publiceren. Dat wil niet zeggen dat niemand het doet. Maar het komt wel minder voor. Dus, je ziet ook dat er weer heel veel boeken worden in september uitkomen. Ja, want dat is de opening van het boekenseizoen. Dan heb je ook manuscripten, dan worden dingen officieel inderdaad gelanceerd. Dan is er veel aandacht voor in de media. Als jij dus als schrijver een boek af hebt en jij zou eind augustus je uitgever zeggen: jee, het is af, ik stuur het nu op. Dan kan het echt pas, nou, met een heel veel snelheid erachter zou het nog in januari uit kunnen komen. Ja. Maar waarschijnlijk wordt het dan pas september volgend jaar. Meestal is het ongeveer een jaar volgend jaar. Ja, want jij weet het ook. Er moet natuurlijk bedacht worden van hoe gaat het boek eruit zien. Het moet geredigeerd worden. Daar kan jij zo wat over vertellen. Ja. Er moeten inderdaad gegevens worden aangevraagd bij het Centraal Boekhuis, of het CB heet dat nu. Moet het komen te liggen. Het is gewoon heel veel werk. Dus voordat dan een keer gebeurd is. Het heeft dus geen zin om dat boek te laat uit te geven. Want ja, dan krijg je heel vaak die vraag van je boek is nu klaar. Dus waarom duurt het nog zoveel maanden voordat het in de winkel ligt? Maar ja, dat komt dus daardoor. Deels omdat het gewoon heel veel tijd kost om het na te laten kijken. En nog een keer na te laten kijken. En te ontwerpen. Ja, en het binnenwerk doen en zo. En deels omdat het gewoon helemaal geen zin heeft om te zeggen in mei van er is een nieuw boek. Want er komt in mei geen boek. Wie gaat dat dan zien? Dan zou je het dus in de najaarsbeurs onder de aandacht moeten brengen. En dan zegt iedereen dat is oud nieuws. Dat hebben we al lang gedaan. Dat is waar. Maar ik heb wel een boek uitgegeven in de zomer dit jaar. Ja. Van Vanessa Gerrits, Tweedehands Vleugels. Oh ja, inderdaad. Dat hebben we op 30 juni gelanceerd, maar dat had wel een beetje te maken met het feit dat ik in het najaar ook alweer iets gepland had wat daar helemaal niet bij aansloot. Ik doe dan een kinderboek, dus ik dacht nou, en we hadden eerlijk gezegd een hele goede lancering. En het gaat nog wel mee naar de beurs, al is het dan een herbevoorradingscluster of iets dergelijks, zo heet dat. Dus het komt wel nog onder de aandacht, maar iets, want het is natuurlijk al een heruitgave van een eerder uitgegeven boek. Dat vertelde ze na het was een self-pub boek, dus ja, dan heb je het eigenlijk, het was er al een keer. Het is een beetje raar dan, dat is een andere titel dan normaal, maar het is goed ontvangen. Dus, maar daarom duurt het in elk geval lang. En hoe gaat het dan met de redactie? Want dat doe de redactie, nou, eerst loopt de redactie die ik niet zelf doe, dus met de redacteur van de uitgeverij zelf. Mm-hmm. En ik ga dan eerst nog een keertje eigenlijk een soort begeleiding doen om het verhaal zo goed mogelijk op papier te krijgen. En dat het dus alle zwakte punten eruit zijn, sterke punten aangescherpt. En dat kan ook echt gewoon nog een paar maanden duren. Ja. En dan pas als dat helemaal klaar is, dan krijg je eerst de persklaarmaker. En dat doe ik ook. En dan persklaarmakers eigenlijk kijken naar de logica of alles nog klopt. Of de zinnen goed lopen, geen kromme zinnen. Of het net iets lekkerder is, lekkerder leesbaar maken. Kijken of de hele tijdlijn klopt, of de namen kloppen. Ook wel de consequentie. Mm-hmm. En als dat gedaan is, krijgen we eerst de correctieronde. En eigenlijk is het variërend van 1 correctieronde tot 4 correctierondes. Iedereen doet dat eigenlijk verschillend bij de uitgeverijen.
Ja. Maar bij sommige zie ik 2 collectierondes en bij sommige zie ik 4 collectierondes. En dat dan iedere keer een collector overheen gaat en er zijn 2 tegelijkertijd die het meestal doen. Bij de meeste. En dan ook nog de auteur. Die krijgt dan de auteursproef en die gaat het ook nog een keertje corrigeren. En dan wordt het nog, in de tussentijd is het ook nog gezet. Pers gaat maken, zetten, dat doet de zetter. En dan krijg je het corrigeren. Hmm. En over het zetten weet ik eigenlijk heel weinig. Het is alleen dat de zetter dat doet, maar ik heb geen idee hoe dat werkt. En dan inderdaad het corrigeren en dan pas is het boek af, maar dan heb je nog de cover en alle binnenwerken, de ontwerp. Ja, en niet te vergeten de flaptekst, dat is ook belangrijk. De flaptekst inderdaad, aanbieden, vooruit exemplaren. Ja, dat is ook het punt, hè. Als het boek dan af is, dan heeft het niet zoveel zin om het gelijk op de markt te zetten. Want je moet ook nog boeken naar bijvoorbeeld recensenten sturen, naar bloggers sturen. En dat moet ook een paar maanden van tevoren, zodat je al een soort buzz opbouwt. Dat je een beetje enthousiast maakt. Dat mensen allemaal zeggen, dat boek heb ik van de uitgever gekregen. Dat is er nog niet, maar dat komt dan en dan uit en ik vond het leuk. Een beetje een exclusief idee. Ja, ik doe dat dus ook. Ja. Ik stuur ook mijn vaste recensenten al van tevoren een boek. En dan moet het dus wel af zijn. Je gaat natuurlijk niet een boek sturen. Het komt wel voor. Ja, soms krijg je ook het ongecorrigeerde exemplaar. Maar vaak verandert er nog zoveel dat het niet alleen met grammatica of met taal te maken heeft. Dat het toch net weer iets anders is. Nee, ik zou pas het opsturen als het niet meer ineens een hele andere plotwending zou krijgen. Ja, als het verhaal echt zo blijft. Want dan is het een beetje raar om te zeggen, schrijf een recensie. Ja, maar, dat is gewoon zonde inderdaad. Nee. Ik stuur inderdaad het boek als het min of meer af is. Sterker nog, ik vind het ook wel fijn als recensenten zeggen, hey, er staat er nog een typfout, heb je die niet gezien? Dan kan ik het er nog uithalen voordat het echt naar de drukker gaat. Ja, dat is ook waar. Wel heel handig eigenlijk. Ja. Dus, maar ik ben natuurlijk een kleine uitgever. Ik heb niet een team van 80 man die hier bezig zijn. Dus, in de toekomst zal ik heus wel inderdaad meer mensen inhuren om er naar te kijken. Ja. Maar tot dusver lukt het aardig zo. Dus, En dan heb je nog dat het boek uit is, maar dan heb je dus inderdaad wel het uitgeefproces is eigenlijk klaar. Mm-hmm. Maar dan moet het ook nog in de boekhandels komen. En hoe gebeurt dat? Ja, boekhandels nemen tijd. Hè? Stel je voor dat je in september naar de beurs gaat met je brochure. Mm-hmm. Ik ga niet zelf, maar ik heb een vertegenwoordiger die naar de najaarsbeurs gaat. Die gaat daar met boekhandels praten. Van joh, je moet dit boek kopen of inkopen, want het is leuk en dat staat goed bij die in die afdeling. Ja. En dit is ongeveer wat er over is gezegd in de pers en zo. Nou, sommige boekhandels die zeggen, ja goed, doe maar gelijk. Mm-hmm. Dus die geven gelijk hun orders door of ze doen het zelf. Je kunt als boekhandel zelf bij het Centraal Boekhuis boeken bestellen. Gewoon via de computer invoeren van zoveel willen we er. Sommige boekhandelaren willen iets meer korting of willen recht van retour. Mm-hmm. Dus dan moet je het als uitgever zelf invoeren. Dat hoor ik heel vaak, ja. Dus als het dan niet verkoopt, mogen ze het altijd weer terugsturen. Ja. Gewoon om het risico voor de boekhandel te verkleinen. En er zijn ook boekhandelaren die zeggen, nou, we willen eerst een leesexemplaar, zodat we zelf even kunnen kijken of we het vinden. Ja, de ene vliegt er in een week doorheen en de ander ligt het maanden op een stapel met allemaal andere boeken. Ja, ik hoor inderdaad wel eens ook van mijn uitgever, van er zijn leesexemplaren verstuurd naar boekhandels. En dan uiteindelijk wordt het wel ingekocht of wordt het niet ingekocht, dat daar echt heel erg afhankelijk van is. Ja, als mensen eenmaal je stijl een beetje kennen als uitgever, dan denken ze, nou, het gaat wel leuk worden. Dan kopen ze het vanzelf wel. Ja, hoef ik niet helemaal te lezen. Dan wordt een Saskia Noord, hoeft ze niet iets van tevoren te lezen. Die staat al gelijk op de hoogste plaats. Ja, nee, leesexemplaren worden vaak verstrekt als het een iets onbekendere auteur is. Of een net nieuwe uitgeverij, een startende uitgeverij. Het heeft eigenlijk te maken met de risico's van een boekhandel. Gewoon bang zijn dat het niet verkoopt. Nou, boekhandels willen ten eerste, hoor ik veel, continuïteit. Ja. Dus ze willen dat als ze zo'n boek bestellen, dat het dan ook echt geleverd wordt. Want er zijn best wel wat kleine uitgeverijen die bijvoorbeeld ineens ermee ophouden. Of die boeken niet genoeg op voorraad leggen. En dan willen ze hem bestellen en dan is hij er niet meer. En dat willen ze niet. Ze willen gewoon zeker weten van als ik een boek bestel en het verkoopt in mijn winkel en ik wil er nog 10, dat het dan ook kan. Dat er niet ineens niks meer ligt. Dus dat is een risico voor hun dat ze willen beperken. En ze willen natuurlijk gewoon goede spullen verkopen. Ja, dat is waar. Als je als winkel boeken neerlegt en mensen komen allemaal terug van nou, ik vond er niks aan. Dus er stonden ook allemaal rare fouten in en zo. Ja. Dat kan natuurlijk niet. En ik denk dat ze ook heel erg kijken naar hun publiek. Ik ben bijvoorbeeld met Natasha Storm van Storm Publishers een tijdje geleden een dagje de weg opgegaan om bij boekhandels langs te gaan. Oh, nee. En we hebben een hele leuke gesprekken gehad met iemand bij de Algemene Boekhandel in Amersfoort. En die zei, ik hou heel erg van YA, van Young Adult. Maar die boeken die je nu neerlegt, die kan ik eigenlijk niet inkopen omdat het een beetje paranormaal is en een beetje te veel fantasy.
Dat loopt daar niet. Dat loopt daar niet, want mensen zijn daar toch wat behoudender. Dus thrillers lopen wel. Oké, wat nuchterder. Ja, en dat andere niet zo. Dus dat kopen ze niet in, want ze weten dat gaat toch niet werken. En ik waardeer die eerlijkheid ook wel. Want anders dan, als ik ga lopen drammen van nee, leg er nou in neer. Dan kost het mij uiteindelijk alleen maar geld, want dan word ik weer teruggestuurd. En dan moet ik die inslagkosten weer betalen. En ze hadden al gezegd van nee, maar dat gaat nooit verkopen. Ja. Je moet wel op elkaar durven vertrouwen wat dat betreft. Okay. Dus het is een beetje een wisselwerking. Dus de ene boekhandel zal gelijk die boeken inkopen. En de ander doet er een paar maanden over en denkt, nou vooruit, kom maar. Leg er maar 10 neer of zo. Dat is natuurlijk wel leuk. Als ze dan over de brug komen, dan is het vaak ook wel een hele stapel. Oh, dat en dan, is wel heel dan mooi. Doen ze er ook moeite voor om het te promoten. Neem bijvoorbeeld... mooi plekje op de tafel. Ja, je hebt in Den Haag, waar ik ook woon, boekhandel Paagman. Ja, Frederik Hendrik ken ik. Nou, die hebben wel even gedaan over een leesexemplaar lezen dat ik ze had gestuurd. Mm. Maar toen ik uiteindelijk kwam en zei, nou ja, willen jullie er wat mee? Toen zeiden ze, ja, we willen er gelijk 10. En die hebben ze ook gelijk op de tafel gelegd en ook gelijk nog op de top 10 tafel. Zodat dat gelijk is echt wel, een soort van seal of approval krijgt van dit is een goed boek. En dat loopt wel aardig hoor. Dat, ik kom af en toe even kijken of er alweer wat verkocht is natuurlijk. Ja, dat is een beetje een obsessie. Dat heb ik ook. Nou ja, ik weet in elke boekhandel weet ik ongeveer waar mijn boeken liggen. En dan kijk ik gelijk bij hem ook. Oh, hij staat daar. Ja, nee, ik doe het niet overal. Maar ik was daar gewoon benieuwd wat zij van alle boekhandels die ik heb benaderd de meeste hebben ingekocht. Mm-hmm. Dus ik denk, ik hoop maar wel dat het dan een beetje loopt. Ja. Weet je? Maar dat gaat wel. Dus. En ze geven het ook een kans. Ze laten het wel een jaar liggen of zo meestal. Ja, als dat klopt bij mij ook inderdaad. Dus. Dat viel me ook op. Maar ja, het kan dus heel erg wisselen hoe lang het duurt voor een boek in de winkel ligt. En dat is wel belangrijk om aan lezers mee te geven. Als je een boek graag in de winkel wilt hebben, vraag er dan ook naar in de winkel. Ja. Want heel veel mensen denken, het is er in de winkel niet, ik bestel het wel op Bol. Maar dat zorgt ervoor dat het dus ook nooit in de winkel komt. Dan gaan ze het niet inkopen. Geen enkele boekhandel weet dan dat het boek bestaat. Als er natuurlijk 5 mensen op een rij ineens een boekhandel instappen en zeggen, waarom hebben jullie niks van Chinook Thijssen? Ja, dan denken ze, dan moet je daar misschien toch een boek van kopen. Ja, precies. En als ze het allemaal via Bol bestellen, dan weten ze nooit dat wij überhaupt bestaan. Dus, ja. Dus wij hebben jullie ook nodig. Ja, en de boekhandels moeten dat ook weten. Ja. Dat wat het snuffelen blijft leuk aan boekhandels. Ik koop daar meestal dan gelijk meer. Ja. Ik denk, dit boek vind ik ook leuk en dat boek vind ik leuk. Ze blijft ook wat langer hangen. Ja, want ze zetten ook heel zeg maar strategisch dingen bij elkaar die een beetje op elkaar lijken. Dus als je denkt, dat is leuk, maar dat ziet er ook leuk uit. Ja, klopt. Voor het week loop je leuk als je een boekenbon hebt gekregen. Maar eigenlijk is het kort samengevat, is het zo dat het te maken heeft met de momenten op het jaar, of in het jaar waarop boeken uitkomen. Ja. Wanneer het aangeboden wordt aan een boekhandel. Mm-hmm. Dat je dan nog krijgt dat de redacteur met de inhoud verder gaat. Dan een persklaarmaker, dan een zetter, dan nog een corrector. Ja. De cover. En de voorpromotie. De voorpromotie, ISBN aanvragen. Dat allemaal bij elkaar. Ja. Eigenlijk denk ik dat het merendeels wel richting een jaar ongeveer zal duren. Ja, als je het helemaal goed doet, dan wel, ja. Ja, en als het echt in de molen zit van echt een uitgeverij die zoveel titels inderdaad per jaar heeft. Ja, en dat hangt er ook vanaf hoe af het is. Weet je, sommige manuscripten zijn al redelijk goed. Ik weet bijvoorbeeld van Eva Moraal, die bij Lundeskaat zit. Die heeft Overstroomd geschreven. Die had het ingestuurd en daar hoefde ze eigenlijk vrij weinig aan te doen. Oh wauw, meestal hoor je dat je best wel veel moet doen. Het eigenlijk. Was zo van nee, het is wel goed zo. En dat was bij Iris Hoe van Scoop ook zo. Die had ook bijna niks te herschrijven. Ja, ik had dat met de jongen uit het woud bij Storm Publishers. Ja. Die was eigenlijk ook in één keer zo poep. En met het boek van Frame moest ik echt heel veel aanpassen. Ja, en met Esther Walhaven. Dat ik dacht, oh my god, wat een hoop tijd. Ja, ik had pas met Esther Walhaven gesproken. Die vertelde ook bij haar ook heel lang had geduurd. Ja. En ik heb dat nu zelf ook, dat ik ook wel een deel moet herschrijven. Mm-hmm. Dus dat is ook heel erg verschillend, zeg maar. Ja, soms is het gewoon in één keer goed. En soms hangt het ook een beetje af van de persoon die het leest, denk ik. Ja, soms moet je gewoon een tweede take hebben. Dus dit was onze tutorial. Ik hoop dat jullie nu wat meer snappen van het uitgeefproces. En waarom het dus zo lang duurt wat een boek daadwerkelijk in de boekhandel ligt. En ik hoop dat we weer vaker dit soort video's kunnen gaan doen. Ja, zodra we tijd vinden om elkaar een video te doen. Dan niet toevallig zijn we hier allebei tegelijkertijd op hetzelfde moment. En dat gebeurt inderdaad niet vaak. Ja. Maar ik vind het echt heel erg leuk. Want zij heeft weer een hele andere kant die zij kent. Waar ik helemaal niks vanaf weet. Ja. Dus daarom vullen we elkaar mooi aan. Ja, zo. Daarom dacht ik wel handig om deze video juist met jou te doen inderdaad. Ja. En, bedankt voor je uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ik heb ook een beetje te danken aan Florine trouwens. Dankjewel Florine, want zij gaf mij dus een beetje het idee. Zij stelde mij vragen over het uitgeefproces. En toen kwam ik op het idee van, dit is misschien wel een idee inderdaad ook voor een video. Mm. En toen moest ik dus gelijk aan jou denken. Ja. Dus ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Ja,
Tot ziens! En natuurlijk kwamen de afwijzingen. En die afwijzingen varieerden heel erg. Van gewoon, het past niet in ons fonds. Tot zelfs een bericht dat erop neerkwam van je kan beter maar stoppen met schrijven. En, nou, dat was misschien niet zo heel netjes bericht. Maar ja, dat stond er dus wel in.